Hallo, we gaan vandaag nog eens eventjes overlopen wat we al hebben geleerd. Dus we gaan een kaasje op verschillende methodes tekenen. En misschien leren we ook nog wel wat extra functies. Uh, dus als jullie nog goed herinneren, waren we eerst begonnen bij het maken van een sketch. En dan konden we dus een, uh, een vlak kiezen. In dit geval kies ik gewoon dit vlak. En dan gingen we dus uh, lijntjes tekenen. De afkorting voor een lijntje te tekenen is L. En dan kan je dus. Uh, je lijn gaan tekenen. Als je een tweede lijn wilt gaan tekenen, oftewel doe je dat op het punt waar dat je was, en dan kan je dus een hele ketting gaan maken. Als je dan terug wilt gaan, doe je op Ctrl Z, dus voor eigenlijk een stap terug te gaan. Uh, je klikt dus op Escape en dan ga je dus zien dat dat icoontje terug verandert bij je muis. Uh, en dan wil ik terug in het begin in de oorsprong. Dus een lijn naar boven gaan tekenen. Als je klaar bent, kan je op het vinkje duwen of je kan op de Skype duwen. Nu wil ik dimensies gaan toevoegen aan deze kaas. En dat doe ik dus door de letter D in te duwen. Je ziet ook dat kan ik hier van boven bij Sketch Dimensions aanklikken. Klik goed op je lijn. Ga dan naar beneden of naar boven, maar naar links of naar rechts dat gaat niet goed. En probeer ook altijd je dimensies mooi te ordenen dat dat allemaal overzichtelijk blijft. Nu kan ik hier de maat ingeven, in mijn geval 70 en in dit geval 50. En je ziet dan ook dat die lijnen dus springen naar de juiste dimensie. Om in en uit te zoomen kan ik dus met mijn uh, scrollwiel werken en waar dat ik dus met mijn muis naar kijk. Daar ga ik dus ook op inzoomen. Inzoomen is heel handig als je dus bepaalde details wilt gaan tekenen of als je bepaalde details wilt gaan aanklikken. Um, als je dus wilt gaan bewegen en je houdt dus je middelmuisknop in, dan kan ik dus pannen. Je ziet ook hier vanonder dat je dus die dingen kan gebruiken door erop te klikken, maar probeer met de muis te werken. Uh, vervolgens heb ik dus die maten toegevoegd en dan ga ik dus die twee verbinden. Je ziet ook als ik dus op L duw en ik wil iets gaan tekenen dat die zo een soort van snap heeft. Dus die, die springt naar een bepaalde positie. In dit geval zijn het dus die ruitjes, die grids die ik op heb staan, maar het kan dus ook een punt zijn. Als ik een punt heb dan zie je dus dat dat geen een kruisje is, maar dat het gewoon een vierkant is. Ik zoom uit, ik pen en ik pak dus het andere. Op het moment dat mijn vorm gesloten is, krijgt het dus ook een blauwe kleur. Ik klik op Finish Sketch hier, of ik klik op Finish Sketch hierboven. Vervolgens gaan wij extruderen. Dus door op E te duwen, kan je dus de vorm gaan selecteren. Dat staat hier bij profielen. Als ik dat dus aanvink, dan kan ik dus zeggen hoe diep dat, dat moet gaan zijn. In dit geval gaan we die 40 mm diep maken. En je ziet als ik terwijl dat ik ben aan het extruderen, mijn camera rotate. Dus door Shift en de middelmuisknop in te duwen. Dan kan je dus ook al zien welke dikte dat dat dus gaat hebben. Dus als ik mijn dikte aanpas, dan kan je dus ook al direct zien wat dat dat gaat geven. Een andere methode om te extruderen is door dit te gebruiken. Je kan ook in de negatieve zin gaan, en dan zie je dus ook dat je dimensies hierop staan. Nu heb ik dus een kaasje. Ik kan hier dus rond gaan kijken. Stel dat mijn camera helemaal ondersteboven staat en ik wil terug resetten, dan kan ik hier op het huisje klikken en dan neem ik terug mijn origineel oorsprong. Je kan dus ook door hier op die vlakken te klikken naar verschillende zijkanten gaan. In dit geval wil ik dus gaatjes gaan maken en ik ga dat op mijn bovenste vlak doen. Ik kan op twee methodes doen: oftewel klik ik op Create Sketch en dan op het vlak. Nu doe ik eventjes Ctrl Z voor dat te annuleren. Oftewel klik ik op het vlak en dan op Create Sketch. Nu ga ik cirkels tekenen, afkorting C. En ik ga dus gaten in mijn kaas maken. Ik doe al direct meerdere in één keer, want we hadden in het begin van de les eerst met eentje geleerd. En we gaan die dus roteren rond een draaias. Je ziet dat mijn muis nog altijd een cirkeltje heeft, dus ik klik op Skype. Ik klik nu op L van lijn en ik ga inzoomen op mijn eerste cirkel. Hoe meer ik inzoom, hoe minder kans ik ook heb om dus fouten te gaan maken door bijvoorbeeld niet exact op mijn uh, ding te tekenen. Nu, als je ziet ook als ik dus eerst mijn muis op het midden zet en ik ga dan naar boven, dan komt er zo'n stippenlijn. Die gaat me eigenlijk helpen begeleiden om mooi uh, verticaal te blijven. Ik klik hierop, ik ga naar beneden. En je ziet dus dat het x-je hier ook op mijn uh, cirkel gaat snappen. Een extra bevestiging is dat je hier bij die 90 ziet dat ik niet op uh, 98 graden ben of dat ik op 99,1 graden ben. Het lijkt wel alsof ik door het midden ga, maar dat is dus niet. Maar als het exact 90 zou zijn, dan weet je, ah ja, oké, okay, ik ben hier wel degelijk op. Ik zoom uit, ik pen, ik ga weer naar boven, ik klik, ik duw op Escape, ik duw op L, ik ga weer naar boven, ik klik, ik duw weer op Escape. Je altijd eerst naar het midden, terug naar boven of naar beneden, mag je kiezen. En voilà, ik heb mijn kaasjes gemaakt. Nu ga ik dus revolven. Revolven betekent dus ergens rond draaien. In dit geval is dat door het middenste van de as. Je ziet ook altijd dat ik maar de helft neem, want um, als ik ook de andere vorm zou selecteren en ik zou dan rond zijn draaias gaan draaien, dan gaat dit stuk. In dat stuk draaien, en dat stuk in dat stuk draaien. Het zou wel werken, moest het minder zijn uh, als 180 graden, maar nu ben je eigenlijk gewoon de computer in de war aan het brengen. Dus kies gewoon altijd een helft en laat het dus ronddraaien. Rond deze. Dus ik herbegin. Ik klik erop. As. Midden. Nu, bij mij staat die op join. Normaal gezien gaat die automatisch op cut staan. Uh, je ziet dus ook weer dat ik dat probleem had dat jullie daar vorige keer hadden. Dus hij wil niet gaan intersecten. Ik kan gaan kijken als ik full doe. Ah, dan wil hij het wel doen. Zie, in orde. Nu is mijn sketch verdwenen, omdat ik die dus heb geconsumeerd. Doordat uh, ik dus een 3D functie heb toegepast op mijn 2D sketch. Mijn sketches kan ik hier terugvinden. Als ik dat open, dan zie ik dus de twee sketches die ik origineel heb gemaakt. De eerste sketch, dat was dus die driehoek hier. En de tweede sketch, dat is deze. Die ga ik nu nog gebruiken voor wat andere dingen te tekenen. Ook hier zien we weer dat hij lastig gaat doen. Misschien moeten we die lijn een beetje gaan doortrekken. Ik ga de volgende eens proberen die wilt wel. Die wil ook. Dan gaan we aan de andere kant proberen. En cut wilt hij dus niet doen. Dus oké, okay, deze wilt hij niet gaan tekenen. Ik ga dus terug in mijn sketch willen gaan tekenen en ik ga die lijnen zo een beetje doortekenen. Misschien dat ik een fout heb gemaakt. Ik klik hier op sketch 2 en ik klik twee keer snel, klik klik. En dan gaan we terug in onze tekening. Ik zoom even in. Ik zie niet direct iets dat mis is. Misschien ben ik niet mooi door het midden gegaan. Ik weet het niet. Ik ga hem even deleten. Ik ga terug op lijn. Ik ga terug naar boven. En ik ga mooi door het midden. En ik finish. Ik ga nog eens proberen met Revolve. En u wilt hem wel pakken. Nu heb ik dus al mijn gaatjes in mijn kaas gemaakt. Uh, uh, als je dus een andere. Uh, zijkant wilt gaan maken, om hier dus ook gaatjes in te maken, dan gaan we dus eerst voor het ordelijk te houden deze sketch terug laten verdwijnen. En dan gaan we terug een sketch op een vlak bijtekenen. We klikken weer op C van cirkel. We mogen nog eens gaten in gaten laten gaan. Ik klik weer op L. Nu ga ik een klein beetje sneller gaan, want normaal gezien kennen jullie de stappen. Voilà. Sketches verdwenen. Terug mijn sketch tonen. Evolve. En voilà. Dan heb ik dus verschillende gaten in mijn gatenkaas gemaakt.